De overheid moet het niet zo ver laten komen dat het ziekenhuispersoneel in actie gaat, zei Lloyd Pohl, voorzitter van de Algemene Bond van Personeel in dienst bij het Academisch Ziekenhuis vandaag tijdens een persconferentie. Pohl en andere vakbondsleden hebben de media vandaag een beeld gegeven van hoe slecht de situatie binnen het Academisch Ziekenhuis is geworden. Het is zo ver dat je op bepaalde afdelingen eigenlijk geen ervaren personeel hebt. En dan begrijpt u wat mijn collega hier heeft aangegeven wat dat betekent. Omdat je een verpleegkundige kan opleiden, maar een gespecialiseerde verpleegkundige moet niet alleen in de schoolbanken worden opgeleid. Je doet ervaring op de werkvloer. Daar doe je competenties op. Maar als het ervaren personeel massaal wegtrekt, dan begrijpt u dat je die ervaring eigenlijk bijna nergens meer kan halen. En de afdelingen die wij hebben genoemd, zijn slechts een greep uit de werkelijkheid. Het wordt steeds moeilijker voor het personeel om te functioneren, meent Pohl. Aan de andere kant is het wegtrekken van personeel zo erg dat honderden mensenlevens nu in gevaar zijn. Vanwege personeelstekorten kan er niet adequaat ingespeeld worden. De bond merkt op dat het personeel een stiefmoederlijke behandeling krijgt en dit niet zo verder kan. De vakorganisatie heeft in samenspraak met andere ziekenhuisbonden gevraagd naar onder andere een koopkrachtversterking.